Goedemorgen bij ons. Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Is mijn vrouwelijke maandelijkse hormonen vandaag weer... Maar daar ben jij blij om? We hebben lekker gegeten bij mijn ouders. Oh, trouwens, dat mag niet meer nu. Dat gaan we kijken. Grapje, want Ajax moet voetballen. Ja, ik vind het altijd best een uitdaging om iedereen zeg maar helemaal schoon mee te nemen. Tassen in te pakken, mezelf aan te kleden, het huis op orde te hebben. En dan dat we niet pas middags om 4 uur weggaan. Oh my god. En morgenavond gaat de avondklok in. Goedemorgen bij ons. Je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Leuk dat je er weer bij bent. Het is vandaag woensdag bij ons. Om precies te zijn, 10:04. Ed en ik zijn op kantoor aan het werk samen. Hij zit hier tegenover me. En ik moet het lachen. Wacht, ik zal even dicht doen. Hallo. Ik moet de hele tijd lachen, want ik was de tump van vorige week. Was ik aan het bekijken zeg maar, op mijn telefoon. En die stuur ik dan door naar de editor. En daarachter zie je dan Ed de hele tijd zo zitten. Zo, zeg maar. Dus ja, je had erbij moeten zijn. Vorige keer zal ik hem in de tump erbij doen. In ieder geval, wij zijn dus aan het werk. We hebben best wel een leuke dag vandaag. Want 1. De kindjes zijn lekker bij opa en oma. 2. Vanmiddag gaan we een leuke video schieten samen met Danny. De videograaf. En 3, gaan we vanavond lekker bij mijn ouders eten. Dus, we gaan het er ook van nemen, want vandaag is het woensdag 20 januari. En als het goed is, komt er vanaf vanmiddag de aankondiging dat er een lockdown, hoe noem je dat, een avondklok komt. En wellicht het bezoek gaat minderen van 2 naar 1 of zo, I don't know. Dus, we gaan het er maar even van nemen vanavond. Lekker bij mijn ouders eten en dan gaan we het wel zien. Dus dat, ik neem je weer gezellig mee deze week. En ja, 2 weekvlogs achter elkaar. Vorige week waren er ook al. Ik ben helemaal trots, ik vind het helemaal goed. Vloggen in een lockdown is echt anders hoor, echt. Ik bedoel, eerder dan deed je zoveel dingen en dan dacht ik, oh, dit is leuk om mee te nemen, dit is leuk om mee te nemen. Oh, mijn telefoon gaat. Hoi, met Kimberly. Ik kan nog snel even wat dingen inpakken voordat ik mijn online wekelijkse... Ja, wat is het? Live sessie geef. Dat doe ik elke week aan de dames van Nieuw Vermaal programma. Ga ik live en dan bespreek ik allerlei onderwerpen. Oh, ben ik scherp? Ja, nu wel. Bespreek ik allerlei onderwerpen en kunnen ze ook allerlei vragen aan mij stellen. Maar eerst even een pakketje inpakken. We hebben nog een aantal boeken trouwens. Nu nog ja, een stuk of 100 geloof ik. Maar goed, jullie kijken dit volgende week pas. Dit licht is ook niet goed. Eerst was hij kapot en nu... Nou, dus mocht je nog heel graag een exemplaar willen hebben, dan zou ik eventjes naar de webshop gaan. Ik zal het linkje hieronder in de beschrijving zetten. En ik heb het dan natuurlijk over ons slank receptenboek voor moeders. Echt zo leuk, hij is echt heel hard gegaan. En we hebben heel veel leuke en positieve reacties daarover gekregen. Even zien, want deze inpakken. Ja, ik ben een beetje moe vandaag. Zonder dat het heel belangrijk is voor jullie om te weten, is mijn vrouwelijke maandelijkse hormonen vandaag weer... Hè? Maar daar ben jij blij om? Het is super gezellig. Nou, het is vandaag aangebroken dus. Het is een heel belangrijk moment. Een moment waarop je hoort dat Ed dus gaat juichen. Nee, ja, ik heb altijd een paar dagen voordat het zover is. Dan heb ik altijd 1 dag waarin ik me echt... helemaal chagrijnig voel. En ik ben niet zo heel vaak chagrijnig. Eigenlijk dus bijna nooit. Behalve op zo'n dag. En dat is dus van de week geweest. En nu is het moment weer aangebroken. En dan verdwijnt alles als sneeuw voor de zon. En dan gaat het weer helemaal goed. Ja, zo werkt dat gewoon. Ja, dat hoort erbij. Ik kan me voorstellen dat dit allemaal heel interessant is. Even kijken. Een vanille. Vanille en chocola lopen bij ons het hardst. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik... persoonlijk die ook het lekkerst vindt. Dit is weer vanille. Ik vind die persoonlijk ook het lekkerst. Ed, wat, ja, jij hebt wel banaan, vind je altijd wel lekker, hè? Ed vindt banaan, maar ja, ik vind chocola of vanille altijd de favoriet. En dan is het nu tijd voor mijn online sessie. Yeah. Vind ik altijd leuk, altijd gezellig om de dames weer te spreken. Inmiddels alweer een tijdje thuis. We hebben vanmiddag een video opgenomen samen met
Denny een video voor onze supplementen. Dus dat was heel erg leuk. Nu zijn zij binnen aan het werk en ik probeer me te focussen, want ik moet wat mails schrijven. Maar dat vind ik altijd moeilijk als andere mensen praten. Dus ik heb even oordopjes gepakt. Dan ga ik erbij zitten. En dan hoop ik eigenlijk aan het einde van de middag nog heel eventjes een klein uurtje ontspanning te nemen voordat we de kindjes gaan halen. Daarnet weer nieuwe maatregelen aangekondigd, hoe noem je het? Ja, nou, ik praat jullie straks even bij, maar we gaan eerst nog verder met het laatste gedeelte van de werkdag. Die arm met gebogen elleboog uitstrekken. De kamer staat voor beeld, schat. Hè? De kamer staat voor beeld. Die hebben wij daar op het beeldscherm staan. Je bent op de helft. Ja, kijk, oh ja, daar werd ik heel erg gemotiveerd. Danny en Ed zijn bezig met de nieuwe workout video's voor Nieuwe Fit Mama. Kijk, hele toffe nieuwe workouts. En dit is dus een stukje daarvan op de muur bij ons. Dit is lekker. Ik ga mezelf even iets gunnen wat ik nooit doe overdag. Maar ja, het kan nu gewoon een keer. Dus ik ga het gewoon doen. Ed en Danny zijn nog beneden. Maar ik ben ja, zo goed als klaar. Dus ik dacht, dit ga ik doen. Let op. Waarschijnlijk helemaal niet het allerboeiendste ooit, maar voor mij dus echt super chill. Theetje heb ik gemaakt met gember. Hier lekker een bordje met snackjes. Ik heb mijn iPad. En dan, hier ga ik inzitten nu om 4:00 PM, voordat we de kinderen gaan halen. Lekker hè? Ik ben helemaal blij. Ik ga hem warm zetten, zodat ik lekker warm in bad kan. Het is toch heerlijk, dit ga ik gewoon doen. Zo, hoppa. Kindjes zijn weer opgehaald. We hebben lekker gegeten bij mijn ouders. Oh, trouwens, dat mag niet meer nu. Nee, dat mag niet meer, maar het is net pas bekend geworden. Dus zo snel schakelen, dat kan niet. En nu gaan we even tanken, want anders moet ik dat morgenochtend doen als ik ga werken. Ik ga tanken, bedoel jij? Dus we gaan even tanken en Ed gaat het uitvoeren. Ik ben vandaag de opdrachtgever en jij bent de uitvoerder. We hadden een lichtelijke kleine discussie erover. Ik heb een hekel aan tanken en ik wil dat Ed het doet. Dus, maar goed, kindjes zijn er weer lekker. En ja, vanavond komt het finale van Prince Charming erop, dus dat gaan we kijken. Nee, toch niet, grapje, want Ajax moet voetballen. En jullie weten het inmiddels, er is niets belangrijkers op tv dan Ajax. Dus, het krijgt Ajax. En toen was het alweer donderdagmiddag. Ik ben de hele dag op kantoor aan het werk geweest. Ik heb nu nog eventjes een paar uurtjes. 2,5 ongeveer, totdat ik weer naar huis ga. En ik heb echt wel een lekker productief dagje, dus dat is wel fijn. Ik moet ook wel zeggen dat ik dat bijna altijd heb. Ik ben wel iemand die me zeg maar makkelijk kan concentreren. Maar aan de andere kant, als de koek op is, dan is het ook alweer op, zeg maar. Dus dan, nou, in ieder geval, het gaat lekker vandaag. Ik ben bezig voor iets heel erg tofs, wat ik denk ik volgende week met jullie ga delen. Oh, mijn batterij gaat uitvallen, ben ik bang. Oké, ik klets gewoon verder en anders zie je me zo meteen ineens in een andere setting. Maar ik ga volgende week, denk ik, met jullie het nieuwtje delen. Want ik ga namelijk in de aankomende week een hele uitdagende, ja, weken en spannende weken hebben. Dus daar ben ik nu de laatste voorbereidingen voor aan het treffen. En dan, ja, dan kan ik het zeg maar met jullie gaan delen. Dus dat. Ik ga nog even verder koffie drinken. Lekker nog een paar uurtjes achter mijn laptop. En dan zie ik jullie straks weer. En neem ik jullie nog gezellig even mee vandaag. Maar, oh, ik heb trouwens een nieuwe broek aan, bedenk ik me. Zal ik die nog even laten zien? Oh ja, en net kwam Marielle Smit. Die kwam een pakketje brengen voor mij. Heel leuk. Zij heeft een eigen merk voortaan. Mama Daily heet het. Met allemaal baby tussendoortjes en maaltijden. Superleuk. Kwam ze net brengen. Ja, en die broek dus. Ik laat het ook weer helemaal in de verkeerde setting zien, want dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit erop. Want dit is gewoon een vestje, omdat ik het gewoon koud had. Even kijken, kan ik het openmaken zo? Nee. Ja, dit vest moet je dus wegdenken. En ik had het dus zo aan. En het is wel een lekker broekje. Van de Zara. Een soort van, ja, nettere zwarte pantalon, schoentjes eronder.
Ja, en ik zeg al, dit is niet zo mooi erop, maar ja. Oké, nice. Dit is hem dus. Ik zit trouwens hier op dit kantoortje. We hebben meerdere plekken waar we kunnen werken, 3. En ik vind deze altijd fijn omdat het hier lekker warm is tussen de supplementen. Ja. Thuis gekomen, snel de vaatwasser uitgeruimd, weer aan het inruimen. Nu ga ik beginnen aan deze bende. Oh my god. En dan gaan we koken. Of zal ik dit gewoon laten liggen? Dat kan ook. Dan ga ik dan koken eerst. Laten we dat maar doen. Wij hebben eten gemaakt. We zijn weer herenigd samen. Woehoe. Ja. Dat, hè? Goed verhaal. Goed verhaal. Oh, ik heb zin in vanavond. Want gisteren hebben we natuurlijk Ajax gekeken. Hoezo heb jij gekeken? Nee, ik niet, maar hij. En vanavond is het dan eindelijk tijd voor Prince Charming, de finale. Want die was natuurlijk gisteren de finale en ik zag alle spoilers voorbij komen, allemaal op Instagram. Toen dacht ik, niet kijken, ik ga het vanavond helemaal gezellig op de bank. En nou, nu wel zin in, maar we gaan eerst eens eten. De kindjes hebben dus dit, wat ik daar straks liet zien. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Zelfs Ramos wil het ook gewoon hebben, dit. Hij heeft me niet gegeten, maar goed. En wij hebben dit, dus heel erg lekker. Ik heb er hier één en dan maken we er zo nog een keer één, dus ja, lekker. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb lekker weekend. De meiden die zijn al aangekleed. Ramos zit aan tafel, die is een spelletje aan het doen. Electro. En ja, ze hebben allemaal al ontbeten. Ik ga nu mijn ontbijtje maken. Dit keer zijn het blauwe bessen uit de vriezer. Amandelmelk. Er zitten een paar blokjes avocado onderin, maar die zie je dus nu niet. Ook uit de vriezer. En dan ga ik er een scoopje vanille eiwitpoeder bij doen. En die combinatie is echt super, super lekker. Je kan er ook nog havermout trouwens bij doen, hoor. Als je denkt van, nou, ik wil nog wat extra koolhydraten. Kun je er havermout bij doen, maar die heb ik nu niet meer in huis. Die is op. Dus dan ga ik hem lekker zo maken. En dit is hem dan. Lekker. Vind je het niet lekker? Oh. Oh, ik ben inmiddels aangekleed. De meiden die waren al aangekleed, maar die zijn ook klaar om te gaan. We gaan naar mijn ouders. Maar ik vind het altijd best wel een hectisch getoe, zeg maar, om iedereen te laten wachten totdat ik klaar ben met aankleden en opmaken, et cetera. Dat doe ik echt super snel, dus echt, ik kleed mezelf aan, ik trek gewoon iets uit de kast, ik doe gezicht wassen, tanden poetsen, een beetje make-up op. Het duurt allemaal niet zo heel lang, maar oh, die meiden die willen dan niet in bed zitten, want dan gaan ze super hard huilen. Dus dan lopen ze hier rond. Maar ja, dan moet ik elke keer opletten. Want ze zitten overal aan. Dus, en Ramos, ja, die is veel ouder. Die kan al wachten. En die kan ook beter afleiden. Heel even met de iPad of zo, weet je wel. Dus die vindt het allemaal wel prima. Alleen die meiden, die zitten echt overal aan. En dan, ja, ik vind het altijd best een uitdaging om iedereen, zeg maar, helemaal schoon mee te nemen. Tassen in te pakken, mezelf aan te kleden, het huis op orde te hebben. En dan dat we niet pas 's middags om 4 uur weggaan. Maar goed, er zijn ergere dingen in de wereld. Het is nu 9:30 en iedereen is klaar. Ik ga iedereen mee naar beneden nemen, bakfiets openmaken. En dan gaan we op de fiets gezellig naar mijn ouders toe. Zo, onderweg. Het is heel erg fris, dus ik heb lekkere skihandschoenen aan. Even eentje uitgedaan voor het filmen. Maar het is wel een fijne dag, dus there we go. En dit is elektrisch, hè, dus het is heel chill om zo te fietsen. Ik denk dat ik er ongeveer een kwartier op fiets, denk ik, zoiets. En er is nog geen ruzie in de bakfiets, dus kijk, dat hebben we weer helemaal mooi meegenomen. En van een buitenritje die jullie net zagen, is er inmiddels alweer een hele dag voorbij verstreken. Want het is inmiddels 6:30, jullie staan onder de afzuigkap. Ja. Het is inmiddels 6:30 en ik ben eten aan het koken voor Ramos en de meiden. Want die gaan lekker een pastaatje eten. En ik heb vanavond voor Ed, Ruben en voor mij, want Ruben komt straks, Aziatisch besteld. Super lekker, allemaal verschillende dingen. Ik zal het zo even laten zien. En voor de kindje maak ik nu verse pastasaus met macaroni. Dus helemaal top, eet ze tenminste ook lekker groenten. En ik heb dus vandaag eigenlijk niet echt meer iets gefilmd, omdat ik gewoon bij mijn ouders was. En kijk daar, kleine Charlie. Omdat ik gewoon bij mijn ouders was. En ja, we hebben daar gegeten.
een rondje buiten gelopen, even naar de markt, groenten gehaald en that's it. Dus ja, dus dat. Maar voor mij wel echt super chill. Beetje glitter erbij. Zit er nog glitter in? Een beetje. Ja, en dat eigenlijk. Ik heb heel veel zin in vanavond. Lekker op de bank met een wijntje erbij en lekker eten. Leuk. Leuk, leuk. Je moet het ook gewoon zelf een beetje leuk maken, jongens, tegenwoordig. Want we zitten maar gewoon een beetje binnen. Morgenavond gaat de avondklok in. Als jullie dit kijken, is het natuurlijk al een paar dagen. Ja, voor ons is dat op zich niet zo heel erg, want we komen toch nooit buitenavonds. Maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel andere mensen echt van hele grote invloed is. Het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk, maar ja. Kijk trouwens wat ik vanmiddag heb gekocht. Hoe leuk is dit? Echt zo schattig. Kijk nou, Ramos heeft ze uitgekozen. Eentje voor hem en eentje is voor de kamer van de meiden. Of hier beneden. Ik vind ze helemaal leuk. En ik heb koffie binnengekregen, dus daar ben ik blij om. Ga ik even uitpakken. En weer neerzetten. Mama heeft lekker koffie. Eén, gewoon. Nog één. Maar ik vind het altijd heel irritant, want dan brand je elke keer je mond omdat het veel te heet is, maar dat voel je dan dus niet. Een decafé. Oeh, ik had een keer andere koffie besteld. We hebben altijd die van Illy, die heb je natuurlijk al heel vaak voorbij zien komen. Nu dacht ik, ik ga ook een keer wat andere pakken. Dus dit is Grand Maestro. En dan nog een decafeetje. Deze van Lavazza, ook een andere. Oh, mijn haar, echt. Oh, jongens. Ed heeft net het eten opgehaald. Kijk nou hoe lekker dit eruit ziet. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik weet niet precies wat het is, maar ik vond het op de website heel lekker uitzien. Sorry, het klinkt een beetje slecht. Ik zag het op de website, dacht ik, oh, heel erg lekker. Nu weet ik niet meer precies wat erin zit, maar iets ook met spinazie en zo. Heel lekker. En ja, het zijn best wel lekkere luxe sushi's zoals je ziet. We hebben een wijntje erbij, een biertje voor Ed. En voor degenen die in de buurt wonen bij ons, het komt van de Mandarijn in Waalwijk. Echt een aanrader. Super lekker. Oh, Kelly is even de story aan het doen. Ze had even story opgenomen. Ik ben dus lekker aan de wandel. Samen met Kelly, zagen jullie daar net al. We hebben de kindjes thuis gelaten vandaag. Echt super chill. Stiekem voelden we ons eigen allebei een klein beetje schuldig. We hadden ze bijna meegenomen. Bijna meegenomen, maar op het laatste moment dachten we, nee, weet je wat we doen? We gaan gewoon lekker even zonder de kindjes. Gewoon even me time. We konden zelfs een koffietje halen hier buiten. Echt super chill. Ja. Nu zijn we aan het wandelen, dus ja. Lekker ontspannen en relaxed en gezellig. Wij zijn lekker munt aan het ruiken. Voor in de thee. Ik ben weer thuis en het was echt lekker om heel even weg te zijn. Echt een heel stuk gelopen door de duinen. Ja, ik geloof dat ik wel zeker 2 uur buiten ben geweest. Dus helemaal lekker. Ik ga nu een theetje maken met Ramos gezellig op de bank zitten of zo. Dat soort dingen. Ik mag televisie kijken. Oh ja, jij mag ook nog televisie kijken. Wat een geluk heb jij. En het is zaterdag. Ik denk de hele tijd dat het zondag is, maar het is wel zaterdag. Dus dat is heel chill. Nog lekker anderhalf dag weekend. Maar ga wel de vlog alvast afsluiten, want ik was eerder begonnen deze week. Dus, in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik vond het heel leuk dat je er weer bij was. Ik hoop dat alles goed met je gaat in deze lockdown. Naar omstandigheden misschien. Ja, dat. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. I will...